Hallo en welkom bij Speelgoedservice. Spelen moet vooral leuk zijn. Maar daarnaast is het ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom vandaag een stukje over rollenspel en het doen alsof in de keuken. De keuken is bij de meeste gezinnen een belangrijke plek in het huis en daardoor ook een belangrijke plek voor inspiratie voor de kinderen. Het spelen met een keuken en het doen alsof dat je een kok bent, zijn dan ook de eerste stappen in deze richting. Eten verwerken, koken, bedienen en weer afwassen zijn dingen die ze zien en die ze naspelen. En uiteraard is koffie zetten en gezellig kletsen daaraan toe te voegen. Er zijn hiervoor diverse speelkeukens uit diverse prijsklassen verkrijgbaar. De meeste zijn van kunststof of van hout. Vaak wordt er gedacht dat een houten keukentje beter is als kunststof. Echter hoeft dat lang niet altijd zo te zijn, omdat ook een houten keuken van een slechte kwaliteit gemaakt kan zijn. Dat betekent dus dat het afhangt van het merk en het product en niet standaard hout of plastic. Een complete speelkeuken voorziet dus in al deze behoeften. Zo heeft deze keuken bijvoorbeeld een leuke extra kookplaat en een broodrooster. Daarnaast is een keuken altijd nog uit te breiden en nog leuker te maken met diverse artikelen, zoals een ontbijtset, een serviesset, een houten snijplankje of wat extra boodschappen. Mocht u nou geen ruimte of budget hebben voor zo'n grote keuken, dan zijn deze accessoires op zich al voldoende voor een prima beleving. Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over keukens. Daar een andere keer meer over. Voor deze keer bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.